mensen. Moet je kijken. De poster van de eindmusical hangt er. Wat zal het dit jaar zijn? Schrek. Geweldig. Ja, jij lijkt natuurlijk wel iets meer op Schrek qua uiterlijk. Maar mijn zangkunsten zijn wel een stuk beter. En ja, make-up kan iedereen lelijker maken, hè? Kijk maar naar mevrouw van Engelen. Hi! Hey, succes met die musical, hè? Zet hem op! Doei! Ik wil helemaal geen rol. Behalve een shawarma-rol. Rick, iedereen moet auditie doen. Daar kom je niet onderuit. Maar geloof mij maar, de musical-lerares gaat sowieso mij kiezen. Studenten, vanaf nu noem ik jullie allemaal talenten. Ik weet het, het lijkt misschien ongeloofwaardig als we naar meer te kijken, maar ook zij heeft ergens talent. Goed, als eerste aan de beurt, Dylan, welke rol heeft jouw voorkeur? De hoofdrol, Schrek. Ja, en ik weet wat u denkt. Jij bent veel netter dan Schrek. Jij bent veel knapper dan Schrek. Maar ik ben dus heel goed in method acting. Maar ik heb dus de afgelopen periode in een moeras geleefd om me meer in te leven in deze rol. Oh, mooi, Dylan. Wat een overgave. Ik wil mijn moeras terug. Het is van mij. En als ik daarvoor prinses Fiona moet zoeken, dan doe ik dat. Dat was een boer. Want ik ben een oger. Met het acting. Rick, jij bent. Welke rol heeft jouw voorkeur? Op zaterdag een shawarma-rol. En op woensdag denk ik dan toch een smulrol als we dan friet gaan halen. Want van een shawarma-rol moet ik altijd een uur van op het toilet. Oké, Rick, begin maar. Nee, ik heb er helemaal geen zin in. Nee, laat me met rust. Ik wil gewoon even alleen zijn, ja? Hele mooie spelbeleving. Je hebt echt alle lagen van zijn karakter afgepeld om vervolgens weer op te bouwen. Dit is uniek. Dit heb ik zelfs in weinig professionele musicals gezien. En ik heb er toch in heel veel gespeeld. Gefigureerd. Gekeken vooral. Pieter, jij bent de volgende. We hebben de ezel. Ja. Wat, dit kan niet. Er moet met de stemmen zijn gesjoemeld. Wat dan? Nou, ik ben geen Schrek. Wie dan wel? Jij. Wat, ik? Ja, en dan moet je nog niet zo'n musical meisjesachtig gaan doen met... Oh mijn god, dat had ik echt niet verwacht. Oh, mijn grootste droom komt uit. Ik wil het helemaal niet. Ik zal weer te knap zijn voor deze rol. Moet ik dadelijk Prins Charming gaan spelen, let maar op. Even kijken. Bom 3. Serieus, bom 3? Een stuk hout? En waarom ben ik dan niet bom 1? Yes! Ik ben bom 1! Ik ben bom 2, joh! Woe! Hoe? Oké, talenten. De eerste repetities. Dit gaat een geweldige musical worden. Emma, voel jij je wel goed? Ja hoor. Je ziet namelijk een beetje bleekjes. Oh nee. Laat mij vandaag anders jouw rol overnemen, oké? Oh nee, dat hoeft niet. Dat is altijd een optie, goed? Mocht je je tijdens de show niet lekker voelen door een griepje, een verkoudheid, ongesteldheid, dan hoef je dus niet te komen. En als ik ongesteld ben? Rick, fantastisch! Weer zoiets als Shrek zou zeggen! Mevrouw, ik zou het nog heel eventjes over mijn rol willen hebben, want... Sst! Dylan! Heb je ooit een boom horen praten? Nee. Nee. Ezel, we beginnen deze scène met jouw zin. Mag ik alsjeblieft een nachtje blijven slapen, Shrek? Oh ja, van een ezel kan natuurlijk wel. Sst! En wie van ons moet dat dan zeggen? Oh ja, even kijken wie de voor- en wie de achterkant van de ezel is. Pieter, zeg eens ia. Ia. Lucas? Ia. Het wordt Pieter. Is het wel handig als Pieter voorop loopt? En we gaan door. Nu komt jouw zin, Rick. Nee, ga weg. Dit is mijn terrein. Ik heb er echt geen zin in. Ga weg, man. Fantastisch! Meteen improvisatie ook. Neem allemaal een voorbeeld aan Rick, talenten. Heeft iemand ervaring met zingen in een koor? Niemand? Jij ook niet, Lucas? Je bent toch hartstikke gelovig? Nee, mijn vader wilde altijd voor het zingen de kerk uit. Dus ik heb die liedjes nooit meegekregen. Dit is namelijk iets heel anders dan zingen in je eentje. Je moet goed luisteren, zodat het samen klinkt als een geheel. Snappen jullie? En 1, 2, 3. Ga je mee, oh, laten we beginnen. Boom 3! Heb jij ooit een boom horen zingen? Nee, dat kan.
kan dus helemaal niet, hè? Dus wees even realistisch en zip! Oké, de rest mag wel beginnen. Yes! 1, 2, 3! Ga je mee, laten we wegrennen! Dit is jouw tekst, Pieter. En jouw tekst, Lucas. Er staat alleen proeft. Een scheet? Wat dacht je dan? Je bent de achterkant van een ezel, hè? En dit is jouw tekst, Rick. Wow, wow, wow. Denk je echt dat ik dit allemaal uit mijn hoofd kan leren? Dat was acte 1 en acte 2 en acte 3. Mevrouw, en ik? Krijg ik ook nog een blaadje of zo? Jazeker, Dylan. Er zitten blaadjes aan jouw kostuum. Wat zien jullie eruit? Nee, moet jij zeggen. Ja, dat klopt. Generale repetitie vandaag, talenten. Is iedereen er een beetje klaar voor? Jij niet echt, hè, Emma? Ik heb voor de zekerheid een kostuum op mijn maat laten maken. Stel, je voelt je niet lekker morgen. Kan ik dat kostuum niet aandoen? Nee! Straks kost je die hele jurk nog onder. Rick, ken jij je tekst een beetje? Ga zo gewoon naar huis. Geweldig. Acte 3, zin 8, scène 28. En dat zo zonder erbij na te denken. Hou dit vast, Rick. Hou dit vast. We gaan beginnen. Bij het moeras dat klas 6C echt prachtig in elkaar heeft geknutseld. Smeren jullie muurverf op mijn gezicht? Is dat wel gezond? Gezondheid doet er niet toe in dit vak. Je mag blij zijn als je het als musical talent nog tot je 30ste volhoudt. Ik heb voor de zekerheid een Fiona-jurk onder mijn kleding aangetrokken. Dus ik kan altijd nog beginnen. Wil je dat ik dat doe? Nee. Ik hoor een lichte twijfel. Niet en niet zakken! Niet en niet zakken! Ik ben Mom 3. Dat is een hele belangrijke rol, dus neem lekker je tijd. Klaar. Goedenavond, mensen. Leuk dat jullie naar onze eindmusical Shrek komen kijken. We hebben hard gerepeteerd met z'n allen. Ook ik. Ik ken mijn tekst erg goed. Rick, wat? Dat was ik niet. Tja, sorry, dat was ik. Ik heb plankenkoorts. En dan laat ik altijd paniekscheetjes. Recht in mijn gezicht, ja. Pieter, hou op, man. Ik kan er niks aan doen. Pieter! Geef een daverend applaus voor Shrek! Ze noemen mij een vieze oger. Wow. Ik stink, ben dom en gemeen. Vanuit de krochten van mijn moeras ben ik gelukkig, maar alleen. Ze noemen mij een kroonprinsesje. Wow. Vol levenslust en joie de vivre. Afkomstig uit een sprookje uit een land heel ver van hier. Ik bad er heerlijk in de modder. Eet kadavers voor ontbijt. En als ik die dan uit mijn endeldam pers, stuk ik mijn muren vol met schijt. Daar heb je mij. Als je mij ooit hebt beloofd, ik voelde duizend vlinders vliegen. Ik kreeg meteen licht in mijn hoofd. Ik neem het over, Emma! Hoezo? Je zei dat je niet goed voelde. Wat zit in het lied? Ik neem het over, Emma! Nee! Jawel, jij gaat niet wat verdoen in de collega's in. Nee! Zout op met je gewoond! Oh nee! Wij hebben nou
Waar is jullie respect? Oh nee, mijn moeder. Ze zal vast niet zeggen dat ze je moeder is, Rick. Ik ben de moeder van Rick. Oh. Of Schrik. Maar jullie zijn verschrikkelijk. Nou, ik weet in ieder geval waar je die slechte woordgrappen nu van hebt. Weten jullie dat Rick al wekenlang geen shawarma-rollen heeft gegeten? Omdat hij wilde afvallen voor deze musical? En wat doen jullie? Jullie lopen weg. Ik vind dat asociaal, hoor. Bedankt, mam. Zuur voor je, man. Nee, ik meen het. Bedankt, mam. Dit is precies hoe ik het voor me zag. Wat? Ja, dit was allemaal een act. Mijn moeder is vroeger musicalactrice geweest. Dit is allemaal geacteerd. Ik wist dat als ze zich zo zou gedragen, dat de hele zaal leeg zou lopen en dat ik de rest van de musical niet meer hoefde af te spelen. Wacht, maar dit is allemaal in scène gezet, of wat? Ja, wat denk je nou zelf? Dat ik shawarma rollen zou laten liggen voor een rol? Natuurlijk niet. Maar ik ben er weg van. Mam, gaan we naar de snackbar? Is het afgelopen? Mag mijn pak uit? Klaar. Oh, dat is niks! Nee, nooit meer. Recht in mijn gezicht, ja! Pieter! Dat is echt KMD. Laat me niet hebben, dat is echt exact die stem. Ga je mee? Oh, laten we wegrennen! Ja, ik ga het sowieso aan het einde.